veel verhoelies. Superleuk dat je weer kijkt. Allereerst wil ik even al mijn nieuwe abonnees en kijkers bedanken. Wat ontzettend leuk dat jullie allemaal mijn kanaal hebben kunnen vinden en mijn filmpjes zijn gaan kijken. Dat vind ik ontzettend leuk. En natuurlijk is dat ook een van de redenen dat ik het ook doe. Om jullie een stukje inspiratie te geven op het gebied van handwerken. En omdat ik het natuurlijk super leuk vind om over handwerken te kletsen. Maar vooral ook dat jullie het leuk vinden om te zien. En dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus bedankt daarvoor. En welkom natuurlijk op mijn kanaal. Ja, jeetje. Allereerst een huishoudelijke mededeling. Ik ben hartstikke ziek. Nou nee, hartstikke ziek. Dat is natuurlijk belachelijk overdreven. Ik ben flink verkouden. Helaas, nadat we terugkwamen van vakantie was mijn zoontje ziek geworden. Ik denk door de airco in het vliegtuig of in de bustransfer of iets dergelijks. Maar hij kwam thuis en vlak daarna begon hij hard te hoesten en dikke snotneus. En dat duurde echt best wel lang. Ik denk dat hij 2 weken zeker last heeft gehad. En toen heb ik het stokje overgedragen. En inmiddels ga ik ook alweer bijna mijn 2e week in. Ik heb de hele week heel hard lopen hoesten. En ik heb inmiddels een dikke snotneus. Allemaal informatie die jullie misschien helemaal niet willen horen. Maar ik ga het wel zeggen. Want het kan zijn dat ik misschien het filmpje tussendoor moet pauzeren. Omdat ik even moet hoesten of mijn neus snuiten of iets dergelijks. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar ik wilde heel graag dit filmpje door laten gaan. Want ja, de schoolvakanties zijn inmiddels weer voorbij. Voor ons althans, want wij zijn de eerste dit jaar geweest, regio Midden. We hadden vroeg vakantie. En dat betekent dat we ook weer afgelopen maandag begonnen zijn met school. Ik heb 2 kinderen van 7 en 9, bijna 10. En die zitten dus nog op de basisschool. En maar afgelopen maandag is dus de school weer bij ons begonnen. En dat betekent dat alles weer lekker in regelmaat en in rust en regelmaat verloopt. En dat is toch ook wel weer fijn. Hoewel ik moet zeggen dat wij ook altijd intens genieten van een vakantieperiode. Want ja, je hoeft 's ochtends niet zo te haasten. En we hoeven niet alle trommels te maken. En noem het maar op. We kunnen alles lekker een beetje rustig aandoen. En dat vinden we hier allemaal best wel lekker. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het toch ook altijd wel weer lekker als de school begint. De avonden zijn ook weer een beetje terug voor mezelf en voor mijn man. Want eerlijk is eerlijk, de kinderen gaan in de vakantie toch wel een stukje later naar bed. En dat betekent dat ook voor ons de avonden zonder kinderen wat korter worden. En dat is prima en dat is ook heel gezellig. We kijken dan samen een filmpje of doen een spelletje of spelen nog even buiten als het mooi weer is. Wat dat natuurlijk was de afgelopen tijd. Dus dat is helemaal heerlijk. Alleen ik vind het dan ook wel weer lekker om 's avonds even rustig te kunnen handwerken. Of samen even een serietje te kijken. Ik neem aan dat veel ouders zich daarin zullen herkennen. Dus ook zo hier. En we zijn er weer. Ik heb wel even getwijfeld of ik deze vlog zou opnemen. En dat komt omdat ik eigenlijk, nagenoeg niks heb gehandwerkt. Maar ik wilde toch eventjes een kort filmpje opnemen. Omdat ik bang ben dat er anders toch wel weer heel veel tijd overheen gaat. En ik vond het gewoon ontzettend leuk om even over deze te vertellen. Want die is inmiddels klaar. En ik ga er maar gewoon over vertellen, denk ik. Wat is het? Het is de Ripple Camisole van Jessie May. Jessie May Designs. Ik zal in de beschrijving alle linkjes plaatsen. Dan kan je dat eventueel opzoeken als je dat leuk vindt. Ik heb het patroon via Ravelry gekocht. En ik heb zelf het garen bij elkaar gezocht. In eerdere filmpjes kan je terugkijken wat ik voor garen gebruikt heb. Maar in het kort gezegd heb ik 2 strengen gebruikt. Een gemêleerde streng, die heb ik zelf een keer geverfd. Tijdens een workshop. En ik heb er een 2e streng bij gedaan. En die streng is van KnitCrate. En dat is een abonnementsvorm voor garen. Die kan je maandelijks bestellen. Ik ben daar inmiddels mee gestopt. Maar ik had daar dus nog een streng van over. En ik vond deze 2 kleuren hartstikke mooi bij elkaar passen. Dus ik heb ervoor gekozen om die samen te gebruiken voor dit topje. Ik wist namelijk niet zeker of ik genoeg garen zou hebben van de handgeverfde wol. Ik dacht dat, even uit mijn hoofd hoor, maar ik dacht dat de lengte, looplengte en het aantal gram waarschijnlijk wel net genoeg zouden zijn.
Maar ik dacht, ik weet het niet. Ik wil het truitje wellicht toch wat langer maken. Ik hoef geen crop top te hebben. Dus ik wil dat topje goed op lengte hebben. En dat betekent dat ik ervoor gekozen heb om voor zekerheid te gaan en om er nog een draadje bij te doen. Ik heb dus om en om gebreid. Ik heb daar in vorige filmpjes natuurlijk ook al wat meer over verteld. Ik heb 2 toeren gebreid met het gemêleerde garen en 2 toeren met het knit crate garen. Dat is een beetje koperkleurige, oranje koperkleurige kleur. Ik zal misschien iets dichterbij komen. Even kijken, hier kan je dus goed zien dat de banen om en om gaan per 2. En ik heb... mijn kat staat voor de serre. Ik ga die even binnen laten, moment. Daar ben ik weer. Ik heb ze even eten gegeven. En waarschijnlijk staan ze zo meteen weer voor de deur om naar buiten te gaan. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik heb meteen even van de gelegenheid gebruik gemaakt om de strengen er nog eventjes bij te pakken. Dit is de handgeverfde streng. Een beetje zacht gele. Hij ging een beetje van licht roomwit... zacht geel naar steeds donkerder, tot aan een beetje een soort persenkleur. En dit is de knit crate streng, die is wat gemêleerder, wat rustieker. Een beetje koperkleurige kleur, oranje meer. Ja, ik vind het altijd zo moeilijk om soms kleuren te omschrijven. Maar dit zijn dus de 2 strengen die ik gebruikt heb. En dit is hoe het dus heeft uitgepakt. Je kan dus zien dat... ik zal even kijken of ik dat... Ja, zo... je kan dus zien dat het gemêleerde effect van de handgeverfde streng is dus heel duidelijk te zien. In het begin vond ik dat een beetje gek en een beetje storend. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk ben ik er wel blij mee. Want het geeft een leuk speels effect. En ik heb ook steeds meer liefde gekregen voor de kleur. In het begin dacht ik, oh jee, dit zijn zo niet mijn kleuren. Het was veel oranjeder dan ik eigenlijk dacht. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, gaandeweg ben ik heel langzaam eraan gaan wennen. En nu die af is, vind ik hem ontzettend leuk. 2 dingen zijn er die mij best wel... wacht even. Allereerst, wat ik jammer vind, is dat ik... hoe moet ik het zeggen? Jeetje... Ik moet weer even inkomen. Wat ik wil zeggen is, ik was begonnen. Je begint van onderaan. Je breidt in het rond. Lekker makkelijk. Lekker easy going. Totdat je dus bij de oksels bent. En dan vervolgens ga je voor- en achterkant doen. En dat doe je dan door eerst het ene driehoekje te doen. Aan te hechten. En dan het tweede driehoekje te doen. Nou, wat gebeurde er? Ik was begonnen, ik had de hele voorkant af, ik was hem gaan passen en hij bleek te kort te zijn. Ik had het al langer gemaakt dan de aanbevolen lengte in het patroon, maar het was absoluut te kort. Hè? Op het moment dat je het aantrekt, dan trek je het garen natuurlijk in de breedte uit. En ja, daardoor wordt hij gewoon korter. En ik had er al rekening mee gehouden, maar ik moet zeggen... Ja, dat was niet genoeg. Dus ik wist dat ik daar echt nog een stuk aan moest breien. Prima. Maar het tweede wat ik heel vervelend vond, is dat... En dat kan je dus nog steeds zien, ondanks dat ik het dus opnieuw heb gedaan. Je begint met deze driehoek. En je begint de toer dan op zo'n manier dat je dit randje krijgt. Nou, dat... Even kijken of ik dat iets dichterbij... Oh, niet de camera vallen. Even kijken hoor. Kan je het zo zien? Ja, dus dit is de rib. En het is dus fantastisch. Want vanuit deze rib laat je dus een randje lopen. En dat randje, dat is dus... op het moment dat je hier begint, is dit randje je keerronde. Dus ik gebruikte 2 rondes per streng. Dus ik ging heen met de handgeverfde streng, je keert en ging terug met de handgeverfde streng, pakte daar weer de knit crate streng op en ging weer heen en weer terug. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je hier dus een hartstikke mooie rand die heel natuurlijk en heel soepel verloopt eigenlijk, want het is je keerpunt. De andere driehoek daarentegen, daar begin je juist weer vanaf hier te breien.
En dat betekent dat je dus die kant op gaat, daar keert en hier weer terugkomt. En de draad dus hier oppakt. Nou, wat is dan heel lastig en wat had ik in het begin dus gedaan, of de eerste keer dat ik het gebreid had. Ik trok elke keer de nieuwe, de wisseling van de streng, trok ik een beetje aan. Omdat ik bang was dat hij anders heel erg ging lubberen. Maar toen ik het vervolgens had gepast, dacht ik, oh nee, dat moet ik juist helemaal niet doen. Want wat gebeurt er dan? Je trekt dit eigenlijk veel te strak. Dus ja, je ziet het nu ook nog steeds. Want ik ben dus opnieuw begonnen. De nieuwe lus totaal niet strak aangetrokken. Echt nog zelfs een beetje een soort van ruimte gegeven. Maar alsnog zie je dat deze dus korter is dan deze. En daar baal ik ontzettend van. Ik vind het niet zodanig dat ik weer opnieuw wil beginnen. Ik bedoel, zo perfectionistisch ben ik daar ook weer niet. Het is draagbaar. Maar je merkt gewoon dat deze punt ook iets minder goed valt. Ik vind het gewoon echt jammer dat je niet, net als bij deze punt, andersom de toeren kan doen. Misschien zou dat trouwens wel kunnen, maar ik zit even te denken. Nee, want je gaat natuurlijk een bepaalde kant op. Nou ja, goed. Misschien zou je daar wel iets mee kunnen doen, maar ik in ieder geval niet op dat moment. Dus voor mij was het zo dat ik deze kant echt heel soepel vond gaan en deze kant vond ik erg lastig. En dat zorgde dus ook voor dat het midden, wat hier dus heel mooi vanuit die rib zo gaat, dat ik die hier dus hartstikke mooi vind en hier dus niet. En daardoor valt ook dit puntje, dat zie je ook bij mijn BH, dit puntje valt ook meteen minder mooi. Deze valt er super mooi overheen. Niet dat ik dat heel erg vind, maar ik vind het gewoon ontzettend jammer. Het is minder netjes dan wat ik had gehoopt. Ondanks dat ik dus overnieuw ben begonnen. Maar goed, dat is nou eenmaal een leerproces. En ik ben absoluut nog een leerling breister. En ik kan van dit soort dingen dus ook wel weer ergens. Genieten is misschien een groot woord. Maar ik vind het wel heel fijn om dit te ervaren. En dat ik daar dus ook voor mezelf slimmer in word. En dat ik dat dus mee kan nemen naar een volgend werkje. Waardoor ik dat hopelijk telkens een stukje beter ga doen. Nou, de achterkant. Even kijken. De bandjes als ik gewoon sta. Ja, BH-bandjes zal je natuurlijk altijd zien met dit soort dunne bandjes. Je maakt vanaf de achterkant een stukje I-cord. En vanaf de voorkant een stukje I-cord. En dan ergens halverwege, hier zie je nog een klein dingetje, maak je ze aan elkaar. Ook dat vond ik een beetje lastig inschatten. Want ik had een beetje het idee dat merino wol misschien best wel heel erg gaat lubberen. Dus ik was bang als ik de bandjes te lang maak, dat gaat natuurlijk niet werken. Maar als ik ze te kort maak, dat gaat natuurlijk ook niet werken. Dus ik vond het wel een beetje lastig inschatten. Maar ik heb dus voordat ik ze aan elkaar heb gemaakt, heb ik het truitje geblokt. Of althans niet echt geblokt, want het is natuurlijk een rib. Maar ik heb het gesoopt in Eukalan. En laten opdrogen plat. En ik heb vervolgens gekeken wat het gedaan heeft. Ik heb nog een stukje bijgebreid. En vervolgens aan elkaar vastgemaakt. En de bandjes zijn echt perfect. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. De achterkant heeft eigenlijk een beetje hetzelfde idee. De ene kant is de kant die je opneemt. En de andere kant, degene die je keert. Volgens mij is dat verder prima. Achterkant zie ik zelf natuurlijk niet. En nou ja, goed. Ik vind dit vooral jammer. Dat is echt hetgeen waar ik het meeste van baal. Dus dat. En ik heb eigenlijk nog een ander puntje waar ik niet heel erg over na heb gedacht. Ik heb dit topje dus in 100% merino wol gemaakt. En het is natuurlijk fantastisch wol. Het is vooral deze streng is echt heel zacht, heel fijn. Deze streng is net wat ruwer, maar kriebelt verder ook absoluut niet. Ik kan het nu ook gewoon prima dragen, maar het is nu dan ook nog ochtend. Het is hier nog niet zo heel gek warm, want de zon staat nu niet op de serre. Die staat nu aan de voorkant van het huis. En in de middag draait de zon en dan is het hier weer bloedheet.
Want laten we wel wezen, het is echt bloedheet de hele zomer. En ik moest nog wel lachen, want volgens mij heb ik in mijn vorige vlog nog zoiets gezegd van... Of nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb dus niet veel gehandwerkt. Nou, sterker nog, eigenlijk helemaal niet, maar daar kom ik zo nog even op. Omdat ik dat niet kan als het heel warm is. Dan glijdt de draad niet lekker door mijn handen en daar word ik helemaal kriebelig van. Ik kan daar gewoon niet tegen. Dus ik heb niet veel gehandwerkt. En toen zei ik volgens mij zoiets van, nou, als ik terugkom van vakantie, als de vakantie is geweest, ga ik lekker aan mijn nieuwe werkjes beginnen. Want ja, dan zal het vast niet meer zo heel warm zijn. Nou, guess again. Het is echt al weken bloedheet. We hebben 1 week gehad met wat regen en afkoeling. Maar voor de rest is het gewoon bijna strak 28 graden. Ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat zo'n topje in merino wol natuurlijk echt absoluut niet opschiet. En het is dus niet dat het kriebelt, maar op het moment dat ik het echt warm heb, ja, gaat dit natuurlijk wel een beetje broeien. Ik bedoel, het blijft wol, het is geen katoen. Dus ik begon me een beetje af te vragen wanneer ik in vredesnaam de topje zou gaan dragen. Want ja, op een dag dat het 20 graden is, zou ik hem waarschijnlijk prima aankunnen, maar dan ga ik niet met blote spaghettibandjes lopen. En in de zomer, als het dus bloedheet is, trek ik hem ook niet aan. Het enige wat ik heb bedacht is dat ik hem waarschijnlijk een beetje in de herfst en het voorjaar, als het dan net een beetje van dat tussenweer is, dat ik er dan nog even iets overheen kan doen. Ik heb een spijkerblouse bijvoorbeeld. Ik denk dat die er heel leuk op staat. Ik heb nu ook een spijkerbroekje aan. En ik vind de kleurcombi hartstikke leuk met spijker. Of blauw spijkerkleur. je kan natuurlijk ook met zwart of iets. Tuurlijk, er zijn meer kledingcombinaties mogelijk. Maar ik vond het heel leuk toevallig met spijker staan. Dus ik heb nog een spijkerblouse. Dus ik dacht, ja, als het net wat frisser is, dan kan je er prima een hemdje aan met daar nog overheen een soort blouseje. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Want ik weet nu al dat ik strakjes vanmiddag dit topje echt niet aan kan. Dus dus daar heb ik dan eigenlijk ook wel weer van geleerd. Dat ik dit soort dingen niet met merino moet maken. En het is ook wel weer zo dat het zal vast wel zijn doel of zijn nut krijgen, hoor. Daar niet van. Maar ik denk dat ik de volgende keer ervoor kies om dit soort topjes, mooi katoen garen of gemêleerd garen te kiezen. Ik heb dat andere truitje wat ik had gemaakt vorige keer, de Ballasty van Fibertales. Die heb ik gemaakt met Knitting for Olive Cotton Merino. En dat is een fantastisch draadje. Echt, ik kan hem echt aanraden. Hij is super zacht, super soepel en het is heel comfortabel om te dragen. En dan is de hoeveelheid merino, want hij is volgens mij wel 50-50, maar dan is de hoeveelheid merino absoluut niet... met 30 graden zou ik hem ook niet aandoen. Maar als het gewoon net even lekker wat warmer is, die heeft dan ook een mouwtje, prima te doen. Dus ja, dat zijn al mijn bevindingen over mijn Ripple camisole. Mijn dochter die kwam meteen naar me toe. Wow, die wil ik ook. Dus ik heb natuurlijk nog wel wat over. En ik hoef van haar natuurlijk niet zo'n grote maat te maken. Ik heb hier weer zo'n klontje wat er dan uitvalt. Dit heb ik allemaal over. Dus dat zal echt genoeg zijn voor nog een topje. Dus ik denk dat ik die voor haar ga maken. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat ga ik niet meteen doen. Ik vind dat altijd, ja... Ik kan niet meteen hetzelfde project weer gaan maken. Dat vind ik echt... Ik moet echt die afwisseling hebben. Anders vind ik het niet leuk meer. Dus ook bijvoorbeeld met sokken of iets. Er moet altijd wel even iets tussen zitten wat ik dan weer anders maak. Om dan weer zin te krijgen om weer hetzelfde te maken. Dus, en ook omdat het dan ook nog eens in dezelfde kleur is, moet ik eerlijk zeggen dat ik even ga kijken wat ik daar... Of wanneer ik dat ga maken, laat ik het dan zo zeggen. Dus... Als ik eraan begin, dan zullen jullie dat uiteraard wel weer horen. Ja, en ja, wat betreft het handwerken. Ik heb dus in de zomer eigenlijk niet zoveel gehandwerkt. Ik heb op vakantie, we zijn naar Tenerife geweest, heb ik niks meegenomen behalve een boek. En daar heb ik vorige keer over verteld. Dat was dit boek. En ik heb toen gezegd, ik ga lekker lezen op vakantie. Ik ga niet handwerken, ik ga lekker lezen bij het zwembad of iets dergelijks of op het strand. Nou, zover ben ik gekomen. En dit is allemaal gelezen in het vliegtuig.
We hadden een vrij lange vlucht, 5,5 uur. De kinderen hadden allemaal spelletjes mee en kleurspullen en noem het maar op. Dus die hebben zich prima vermaakt. Af en toe deed ik ook een spelletje mee natuurlijk. Maar op het moment dat ze voor zichzelf bezig waren of met mijn man iets aan het doen waren, heb ik gewoon lekker zitten lezen. En dat heb ik ook op de terugweg gedaan. Alleen op vakantie dus niet. En dat is eigenlijk een beetje omdat ik... Ja, we hebben best wel veel bij het zwembad tijd doorgebracht. Op Tenerife zijn er lavastranden. Zwart steen. We zijn op een gegeven moment daar het strand geweest. En er was niet op te lopen. Het strand was echt bloed heet. Ik bedoel, in Nederland kan het strand ook gewoon heet worden als het echt warme temperatuur is. Maar omdat dat zand dus zwart is, nou, het was niet te doen. Maakt niet uit of je nou slippers, sandalen aan had. Want ja, dat flapte natuurlijk allemaal tussen je voeten. En het was echt te heet. En ik denk letterlijk dat je voetzolen zou kunnen verbranden. Dus we zijn op een gegeven moment, je had een soort kade. En dan kon je dan, daar stond een douche. En dus we hadden onze voeten nat gemaakt en op de slippers. En toen zijn we dat stukje naar de kust toe, of naar de zee toe. Dat was, ja, ik weet niet, ik ben heel slecht in afstanden. Maar dat was even een paar meter rennen. Dat hadden we gehaald en toen konden we lekker in de zee even spelen en doen. En toen zijn we weer, maar ja, terug. Het was echt verschrikkelijk. Dus mijn kinderen waren helemaal klaar met, wij willen niet meer naar het strand, we willen lekker naar het zwembad. Prima. Dus we hebben veel bij het zwembad gehangen. En de kinderen die hebben, mijn dochter die heeft 4 zwemdiploma's. Daar hoef ik geen seconde naar om te kijken. Die gaat lekker de gang. Maar mijn zoontje heeft door de corona achterstand opgelopen met zwemles. Dus die heeft nog geen diploma's. Die kan prima zwemmen. En hij kon prima zich alleen redden. En wij konden prima op de kant zitten. Maar het was wel zo dat we hem niet uit het oog konden verliezen. Dus wat dat betreft is het wel... Het was niet zo ontspannen dat ik even rustig met mijn hoofd in een boek kon zitten. Af en toe wel hoor. Dan ging mijn man bijvoorbeeld met ze zwemmen. En dan kon ik even lekker zonnen of iets anders doen. Ik had ook tijdschriftjes mee bijvoorbeeld. Maar ik heb dus niet, en niet gehandwerkt en niet gelezen op vakantie. Dus ik heb echt vakantie gehad. Of althans, hoe zeg je dat? Het is niet dat ik dan echt vakantie heb gehad. Maar ik heb gewoon echt lekker geluierd en niks gedaan. En dat was echt helemaal heerlijk. Dus ja, ik heb nog een half boek te gaan. Dus ik ga eventjes kijken. Want ja, thuis moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik ook niet meteen de rust en de tijd om daar weer in te duiken. En ik vind het ook wel weer lekker om weer wat te gaan handwerken. Dus ik had weer wat uit de kast getrokken. Want ik ben vorig jaar begonnen met allemaal kleine granny squares te haken. En deze. En toen was het laatst granny square day. Daar doe ik verder helemaal niks aan. Ik weet dat ook nooit, dat soort dagen. Dat zie ik dan altijd op Instagram voorbij komen. Dat is ook helemaal prima. Ik zoek dat verder ook niet op voor volgend jaar of iets. Dat komt voorbij in mijn feed en dat is helemaal leuk. Maar dat bracht me wel op het idee om deze er weer eens bij te pakken. Vorige keer, toen ik dit filmpje liet zien, vorig jaar dus, had ik allemaal grannies aan elkaar gemaakt. Ik vertelde ook dat ik ze join as you go aan elkaar maak. Dat is mijn all-time favorite methode om granny's te haken. Ik zou het echt niet anders kunnen. Wat heb ik gedaan? Ik heb het binnenste gemaakt. De eerste toer. En de tweede kleur aangehecht. En niet met die tweede kleur hecht ik direct de volgende granny square aan elkaar vast. Dus ja, ontzettend leuk. Heel verslavend. Want ik wil de hele tijd allemaal kleurcombinaties maken. Ik heb een bak vol met katoentjes. En dat zijn allemaal restjes en losse bolletjes, enkele bolletjes. Waar ik eigenlijk niet zo heel gek veel mee doe. En af en toe natuurlijk heb je wel eens wat nodig voor een project. Maar ik deed daar eigenlijk niet zoveel mee. En toen bedacht ik dus dat ik dit soort leuke kleine granny squaretjes ging maken. En ik vind het ontzettend leuk uitpakken. Ik had dus een vrij grote lap gemaakt, maar ik wist nog niet zo goed wat ik ermee moest. Dus ik ben eens gaan nadenken en toen kwam ik opeens op het idee, want ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, vast wel. Maar granny squares en gehaakte kleding, tassen, accessoires zijn echt helemaal hot.
Elke winkel, ook op Tenerife, ook in Nederland, spot ik echt continu gehaakte accessoires en kledingstukken. Ik vind het echt heel leuk. Sommige dingen zijn vreselijk, zou ik zelf nooit dragen, maar sommige dingen zijn echt heel leuk. En toen dacht ik, ja, ik ga er een tas van maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de lap, even kijken, ik had dus deze lap, zo. Want ik dacht eerst, misschien ga ik een sprei maken voor mijn dochter namelijk. Dus ik wilde hem eerst wat groter maken. Maar ik was dus, zo ver gekomen. En toen dacht ik, nee, ik ga hem dubbel vouwen. Ik heb er een, even kijken hoe je het goed kan laten zien. Ik heb er dus een rijtje tussen gezet. Dus ik heb de bodem is 1 granny breed. De lap heb ik dus zo dubbel gevouwen. Hier tussen heb ik een granny zijkant gemaakt. En die ga ik dus doorhalen met granny's voor een hengsel. Dit is natuurlijk te kort, maar je snapt het idee. Ik ga dus nog een paar granny's erbij maken. Want ik denk dat het leuk is om een crossbody te doen. En om heel eerlijk te zijn, denk ik niet dat die voor mezelf zal worden. Maar voor mijn dochter, ja, die is bijna 10, die vindt dit fantastisch. Die weet het nog niet. Ik ben dit wel aan het haken. Maar... En dan zegt ze, oh mama, leuke kleurtjes. Maar ze heeft nog helemaal niet echt iets daarover gevraagd. Dus het is eigenlijk gewoon nog een verrassing zonder dat ze het weet. Dus ik ga op een gegeven moment ga ik wel eventjes kijken bij haar van... ik denk dat ik nu een beetje op dat punt ben. Dat ik even ga kijken van hoeveel granny's heb ik nog nodig. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik dus deze rand zo rondom afwerken. Met gewoon een 1 kleur. Dus hè, dan ga ik hem zo op die manier afwerken. Misschien dat ik hier in het midden nog een soort... knoopje iets maak, lusje. Ik heb dat trouwens... Oh, ik zit trouwens te kijken. Oh, dit is ook leuk als je zo'n topje hebt. Ja, leuk. En dan hier zo 2 van die bandjes. Dat kan je natuurlijk zo doen. Nou, kijk nou, wat enig. Oh, wat leuk. Jeetje, dit moet ik gaan doen. Nou, zo zie je me weer. Ik krijg zelf inspiratie van mijn eigen vlogs. Ja, dit is echt heel leuk. Dit is echt heel leuk. Dus, wie weet. Ik heb nog een hele bak over, dus ik kan er nog van alles mee. Maar ik heb in het verleden ook een granny tas gemaakt. En ik bedenk me nu dat ik die vergeten ben te pakken. Dus ook die ga ik nog eventjes pakken. Tot zo. Ja, ik ben even naar boven gerend. Als je me nog hoort nahijgen, ik heb natuurlijk heel weinig lucht doordat mijn neus helemaal dicht zit. Ik weet ook niet of je het hoort hoor, maar ik zit echt helemaal dicht. Dus af en toe moet ik echt snakken naar adem. Maar goed, dit is hem. Mensen die mij al langer volgen, die hebben dit... ik weet niet of je dit nog kan herinneren. Dit is echt heel lang geleden. Ik denk dat ik deze... 4 jaar geleden heb gemaakt? Zou het zo lang zijn? Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Misschien zelfs al wel langer. Ik weet het niet. Superleuke tas. Wat heb ik gedaan? Ik heb 3 van deze grote granny squares gemaakt. Gehaakt. Allemaal katoen, maar wel de dikkere katoen. Dus ik maak nu dit met... De dunne katoendraadjes. En dit is dan de dikkere. Kun je het ook zien, denk ik. Ja. Ik heb 3 van deze granny's gemaakt. 1. Wacht, ik zal hem even losmaken. 2. En dan hier 3. Dus als je ze dan vervolgens aan 1 kant aan elkaar vastmaakt. Dan krijg je dus een soort... Ja... knapzakje of zo. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Ik heb een leren lus besteld bij de haakfabriek. Met van die leuke stalen hoe noemen we dit? Nagels of iets? Ik weet niet, kan je dat? Nee, waar zit ik nou? Daar. zoomt die in? Nee, nou goed.
Ik heb ook gewoon helemaal geen vlogapparatuur of zo. Maar goed, dus ik heb deze door de punt heen gehaald. En ik heb hem dus helemaal gevoerd met deze stof. Rood kapje. Is het niet enig? Ik heb namelijk van deze stof... nee. Ik wilde van deze stof... Of heb ik dat nou gedaan? Nee, ik heb van deze stof een keer een jurkje gemaakt voor mijn dochter. Ja. Als ik de foto kan vinden, zal ik die nog eventjes hier zo invoegen. Want volgens mij was het het jurkje waarbij ik een... Ja, ik weet het alweer. Dat was een patroon van Pearl Soho. Ken je dat nog niet? Is echt een leuke website. Mooie garens hebben ze ook. Je moest een randje haken met bandjes. En dan daaraan naaide je een jurkje waarbij je dus een tuniekje kreeg. En die heb ik toen voor mijn dochter gemaakt. Ja, en even kijken, ze is nu 9. Ja... Dan is het al 5 jaar geleden, denk ik, dat ik die gemaakt heb. Ik zal hem erbij zoeken. En ja, daar had ik dus nog stof van over. Dus omdat, ja, de grannies waren roze. En dat is ook eigenlijk alleen maar omdat ik heel veel roze bollen over had. En ik hou ook van roze, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik moet zeggen, ik ben inmiddels alweer wat ouder. En ik heb iets meer nu met wat iets zachtere kleuren. Ik ben niet... Alleen maar van de naturel kleuren. Ik hou wel van pastelkleuren. Maar niet dat hele felle meer. Dat hoeft voor mij niet zo. Maar ja, ik zit nu eigenlijk te denken. Het is ook eigenlijk nog steeds een leuk tasje. Even kijken. Zo. En die kan ik natuurlijk ook eventueel nog aan mijn dochter geven. Dus dat is wel een leuk idee. Maar ja, deze is dus gevoerd. En dat heb ik helemaal keurig gemaakt op de naaimachine. En dat was natuurlijk ook nog niet zo makkelijk. Want ja, deze vorm is natuurlijk niet zomaar even een recht lapje erin zetten. Dus ik heb ook echt vierkanten gemaakt. Net als de grannies. En die heb ik op die manier aan elkaar genaaid. En dat heb ik dus allemaal met de naaimachine gedaan. En soms denk ik echt, wauw, heb ik dat gemaakt? Want ik doe inmiddels echt niks meer op de naaimachine. Ik vind het ontzettend leuk. Maar ik vind heel veel leuk. En ik denk dat heel veel handwerksters zich daarin kunnen vinden. Ik vind haken breien leuk. Ik vind naaien leuk. Ik vind bakken leuk. Lezen leuk. Jeetje, schilderen heb ik ook nog gedaan. Tekenen, ik vind het allemaal leuk. Maar... Ja, je kan maar zoveel in je leven. Dus dus hier heb ik echt wel werk van gemaakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik dit ga voeren. Kijk, beter is natuurlijk van wel. Want als je hier nou echt een beetje spullen in gaat doen, dan gaat dat katoen natuurlijk behoorlijk... en dan kan natuurlijk wat tussen uitvallen. Als je daar iets kleins in doet, dan. Ik weet het niet. Ik ga nog eventjes kijken wat ik daarmee doe. In ieder geval... Ja, denk ik dat ze dit hartstikke leuk gaat vinden. En de volgende keer dat ik een vlog ga opnemen, zal die af zijn. Dus dan laat ik zien hoe die geworden is. Dus ja, dit is een lekker zomerprojectje. Want het katoen is natuurlijk lekker glad en cool ook wel, echt. Dus dit lukt me prima om een beetje in de avond te haken. In de avonden wordt het trouwens al snel donker, hè. Oh, ik vind dat zo jammer. Dat vind ik echt het ergste. Het was gisteren 7:15. Ik zeg tegen een man, kijk nou. Ik zeg, het is al helemaal schemerig. Oh, ik vind het niet leuk. Maar goed, dus dat waren binnenkort alweer lampjes aan. Dus daar ga ik nu rustig mee verder. En ik heb... even kijken. Ja, ik heb de Hiva Spencer nog liggen. Met de Plotulopi, als ik het goed zeg. Daar wilde ik dit weekend aan beginnen. Maar we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om wat klusjes in huis te doen. Wij zijn vorig jaar verhuisd. En we hebben flink verbouwd. En er zijn echt nog wel een paar kleine dingetjes die nog een beetje achterblijven. Dus we hebben nog wat dingetjes geklust. Wat kleine dingetjes, hoor. Maar... Dat was wel even nodig. Dus ik ben uiteindelijk niet meer aan de Hiva Spencer toegekomen. En ik moet zeggen, ja, nu is het weer bloedheet hier. Dus dat gaat hem ook niet meer worden.
Tot slot eigenlijk het laatste. Ik ging mijn karretje opruimen. Ik heb zo'n IKEA karretje. Jullie kennen ze vast wel. Alle handwerksters hebben er volgens mij één. En die rol ik niet per se naast mijn bank. Maar die staat bij ons in de trapkast. En daar heb ik zeg maar de spulletjes die ik een beetje ongoing gebruik. En boven heb ik in een kast, grote kast, heb ik bakken, dit soort bakken. En daar heb ik dus allemaal wolvoorraad en andere spulletjes staan. Maar ik was een beetje aan het opruimen. En wat vond ik toen? Tadaa! Deze bolletjes. Wat een fantastische kleuren. Ik moet zeggen, ik doe niet zo heel veel meer van, met acryl. Maar voor dekentjes zou ik het nog prima kunnen gebruiken. Ik heb het toen ook, denk ik, gekocht om een deken te maken. Ik heb geen enkel idee wat voor patroon ik in gedachten had. Ik weet dat ik op een gegeven moment was het... hoe heet dat nou? Call the Midwife, toch? Call the Midwife deken. Er was een serie. Zo'n ouderwetse serie over voetvrouwen en zo. En daar was dan een bepaald dekentje en die vond ik super leuk. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat daarmee maken. Of volgens mij had ik het patroon van Eric 24 in gedachten. Die Woodland Ripple. Ik doe het helemaal uit mijn hoofd. Ik heb geen idee of dat ook echt zo heet. Maar volgens mij heb ik ooit met de gedachte gespeeld om die dekentjes te maken. Ik vind deze roze er eigenlijk niet zo heel erg mooi bij passen, bedenk ik me nu. Kan ik dat? Hij is wat feller. Ik vind deze kleurtjes denk ik echt net wat mooier. Ja. Super kleurtjes. Ik vind dit echt heel mooi bij elkaar. Ik heb geen idee hoeveel ik dan nodig heb. Ik heb nog nooit een deken, volwaardige deken gemaakt met Stylecraft. Special Decay is dit. Ja, 100 gram. Ik heb geen idee. Ik ga eens kijken. Ik bedoel, ik zou denk ik altijd nog wel kunnen bijbestellen. Hoewel ik natuurlijk niet hetzelfde kleurpad dan krijg. Maar ik denk dat dat in een deken ook niet zo'n heel probleem is. Of misschien wordt dit wel de sprei voor bij mijn dochter op haar bed. Dat is misschien wel leuk. Ja. Nou, ik ga even kijken hoe ver ik kom. Dus ik was er helemaal enthousiast. maar ik moet een beetje opletten dat ik niet te veel ga beginnen. Dus ja, ik weet niet. Dit is trouwens ook heel mooi om daar een granny mee te maken. Hè? Om elke tour, zeg maar. Of elke ronde dan. Ja, elke tour een kleur te doen. En dan met zo'n donkere dat allemaal aan elkaar te maken. Oh, leuk. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik wilde jullie alvast deze kleurtjes laten zien. Want ik ben daar dus helemaal verliefd op. En ik was eigenlijk vergeten dat ik ze had. Dus ik ga hier zeker binnenkort wel wat mee maken. Ja, dus dat. Vakantie is dus voorbij. Ik heb ook nog een bestelling. Die moet ik vandaag maken. Afmaken. Ik ben terug begonnen. Mutje voor Woolies. Ik heb ook een webshop via Etsy en daar verkoop ik babyaccessoires. En dit mutje wil ik vandaag op de bus doen. Dus die moet ik nog even afmaken. Hier komt nog een leuk waaiertjesrand aan met allemaal waaiertjes. Leuk effect geeft dat. En dan doe ik er koordjes aan die je dan om kan knopen. En die wordt gemaakt met alpaca. Met moerbeizijde. Ja, dus het is super, super zacht en heel fijn voor babytjes om dit graag te gebruiken. Deze maak ik dan in babyroze. Maar ik heb ze ook in het crème, een beetje lila en babyblauw. Ja, dus die ga ik nog maken. Is trouwens ook wel weer leuk. In de vakantie heb ik de shop op vakantie gezet. En hij staat inmiddels weer aan. En zo is nu weer de eerste bestelling sinds de vakantie binnengekomen. Dus ook dat vind ik weer hartstikke leuk. En verder heb ik eigenlijk niks meer. Ik ga dus de komende tijd wel echt met de Hiva Spencer beginnen. Maar dan moet het echt even iets cooler voor zijn.
Ik ga de Granny Square tas afmaken. En ik ga denk ik beginnen met een lekker dekentje nu voor de herfst met de Stylecraft bollen. Dus ik hoop je dat in de volgende vlog te kunnen laten zien. Superleuk dat je weer hebt gekeken. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie nog een fijne vakantie als je in regio Zuid of Noord woont. En ik wens je veel sterkte met weer alle schoolruns en het werken als je de vakantie weer achter de rug hebt. En tot ziens in een volgende vlog.